De kindjes zijn achter de camera. Wat moest ik nou nog hebben? Nou, twee verpakkingen overnieuw. En dan doe je er weer twee nieuwe in. Misschien niet even charmant allemaal. Over die onderbroek en kraamverband en zo compressors. Maar goed, dat heb ik ook in huis. Ja, schatje. Goedemorgen. Wij zijn de Bellinga's, familievloggers. Wat leuk dat je er bent. Het is dinsdagmorgen. Nuan speelt zich suf met de Playmobil paardenmanege. Vind je het zo mooi, hoor? Ja. Oh, mooi. Prinsesjes die zitten, hè? Zelf even een baby, hè? Ja. Lekker geslapen, meisjes? Kijk, en Luan die is met de paardenmanege. Is mooi, hè, Lu? Ja. Speelt hij uren mee. Dat deed papa vroeger ook. Hoezo? Hier, mooi. Pusje. Eet smakelijk. Pupje is een oudslaapster. Slaap jij nog even, hè? Slaap jij nog even? Kom maar lekker ontbijten als je uit te slapen bent. Oh. Ik kan dat niet over de hek springen. Ah, kijk. Ga maar hier erin. Doe de deur open. En je zit lekker gevangen. Auw. Ga even naar Lissie. Lissie, blijf altijd. En ik heet Sandra. Lissie en Sandra. Gaan Luan weer naar school brengen. Het regent dat het giet. Zoals de hele week al het geval is. De vest is nog niet nat. Nee, je hebt gelukkig een jas aan met een muts. Heb je ook handschoenen? Zitten die in je zak? Ja, hij zit in mijn zak. Oké, nou. Hoe dat het dik is dus, dan is het... Goed zo, jongen. Ruitenwissers. Nu gaan we. Ruitenwissers. Papa Silla. Vandaag is een nieuwe juf. Niet juf Eva, die was gisteren. Niet juf Hilka, een nieuwe juf. En het was vandaag kort dag op school, hè? Nee, morgen is kort dagje. Vandaag is nog een lang dag. Ja, ik voel dat ze... Dat mijn tas heel zwaar is. Dan denk ik... Dat het dan een lang dag is. En ik ga vandaag een leuke dingen doen. Dag! Komt u maar. Veel plezier op school. Ja. Luan wordt naar school gebracht door mama. En wat wil jij weer gaan doen met papa dan? Deze. Ik is gek op vlogjes maken. En papa zegt er geen nee op. Dus voor dit moeten ze kijken op Lucilla kanaal? Ja. Ja, kijk maar op het Lucilla kanaal voor dit leuke vlogje. Nou, ik heb Luan net weggebracht en hij mocht gisteren zijn schoen zetten op school. En de rommelpiet was op school geweest. Dus de hele school en alle klaslokalen lagen helemaal overhoop. Alle stoelen lagen helemaal overhoop. Al het speelgoed was uit de kast gehaald. Dus ik wens de kinderen en de juffrouw veel succes vandaag. Want die moeten alles natuurlijk weer opruimen. Maar wel super grappig natuurlijk. Dus het was heel erg leuk om eventjes weg te brengen. Ik ga nu even naar het winkelcentrum, want ik moet naar de Zeeman. Klinkt heel suf, maar ik moet even wat onderbroeken kopen. En wat nieuwe leggingjes, of maillotjes voor Lucilla. Omdat haar leggingjes een beetje te klein worden.
gaan we. En ik had een beetje honger gekregen, dus ik heb een boterhammetje met pindakaas gesmeerd. Had jij ook honger gekregen? Lucilla zit alweer in de nootjes. Kijk hier. Ja. Hey, en wat heb je hier gedaan? Wat heeft mama hier gezien? Wat is dit allemaal? Hey, wat heb je gedaan met papa? Oh, je mama's haartjes feunen. Ga jij haartjes feunen? Nee, mooi, man. En hier oogschaduw. Dit zijn nepnagellakjes. Hé, hey, en een spiegeltje. Nee, mama. Nee. Wat dan? Ook nagellak. Is dat nagellak? Mooi hoor. Mama, ik moet openmaken. Ja, dat is voor de sier, denk ik. Net alsof. Leuk, hè? Dus heb je weer een leuk videootje gemaakt van papa? Ja, we maken nu even wat meer videootjes in het vooruit. Omdat we natuurlijk de drukke decembermaand voor de boeg hebben. En als we wat vooruit werken, wat de kinderkanaaltjes betreft, dat scheelt dat voor ons, voor Daniel op dit moment, best wel wat werk. Dus dat we straks in december weer leuke video's voor jullie kunnen maken op ons hoofdkanaal. En papa die is nu even de video aan het editen, die hij net heeft gemaakt, met Lucilla. Kijk. Dan mag vader nog even nakijken. Hallo! Ik kijk hem dan nog wel heel eventjes na, dat doe ik nog wel even. Kijk, hij heeft een heel muziek ondergezet, dat is heel leuk geworden, 11 minuten 29. Leuk. Zij mag me even nakijken voordat je hem stuurt. Ja, en ik maak nog wel de thumbnails. Dat is toch best wel lastig om te maken. Mama. Dus ik maak zo meteen even een leuk thumbnailtje voor jou, papa vlogje. Ja? Ja? Jij wil hier even kijken? Ze wil de YouTube video's kijken. En dit vlogje zat je niet bij in, hè? Alleen je handen, toch? Hier heeft Lucilla, ja, Lucilla heeft hem helemaal zelf gedaan. Dus als je deze video wilt zien, ik denk niet dat hij op dit moment al online staat. Maar hij komt dus online op Lucilla's eigen YouTube kanaaltje. Kijk even op haar, Lucilla Benninga, op haar eigen YouTube kanaaltje. Als je nog niet bent geabonneerd. En Luan ook natuurlijk. Luan, iedere dinsdag komt Lucilla video online. En iedere donderdag komt een Luan video online, waarin ze een speelgoedje uitpakken. En ja, als je even abonneert, dan kom je vanzelf deze video ook tegen. En ik geef nu mijn boterham op eten, want ik heb honger. Het was vanochtend best wel vroeg dat ik heb ontbeten. Ik was al om 5:30 wakker. Dus ik heb heel erg honger nou. Dus eet even een boterhammetje met pindakaas. Ruikt zo lekker. Dat zou natuurlijk niet kunnen ruiken. Ja? Ja? Ik heb al jaren. Oh, ja, kijk het. Nou, welke telefoon dan? Van papa. Papa's telefoon. Waarom is papa's telefoon? Ik moet gaan bellen. Oh, mama's telefoon? Mama's telefoon. Ik ga boven aan het werk. Wij krijgen straks toch een nieuwe telefoon, Daan en ik. En we hebben besloten de oude telefoons voor de kids te houden. Zodat ze daar hun video's op kunnen kijken. Want dat kan natuurlijk straks niet met de nieuwe iPhone X, Cilla. Dat kan niet, hè? Dus zet ik hier even een videootje op. We doen altijd het familievinger. Daar begin ik dan mee. Deze. Even kijken. Kijk, deze liedjes vindt ze allemaal super leuk. En die geef ik dan aan haar en dan kan ze zelf wat uitzoeken. Kijk eens, Sil. Nou, laat maar lekker filmpje kijken. Terwijl Lucilla hier even lekker nootjes eet, ga ik jullie even laten zien wat ik net allemaal in de winkel heb gekocht. Mama. Wat heeft mijn mama gekocht? Mama. Ja. En hier zijn wij. Ja, hier zijn wij, hè? Hier zijn achter de kindjes. Daar. De kindjes zijn achter de camera. Dat klopt. Ja. Daar is het pupje. Kom eens hier. Kom eens hier, Wesi. Kijk uit voor de lamp. Kom eens hier. Wat is het dan? Wil je ook bij de meisjes erbij? Wil je met de meisjes erbij? Schatje. Ik ga jullie even laten zien wat ik net allemaal heb gehaald. Nou, ik hoop dat dit zo goed gaat. Maar ik moest eerst even naar de kruidvat. Want jongens, ik heb heel iets heel charmants.
kraamverband gekocht. Nou, ik doe even een poging overnieuw. Dus ik ging naar de kruidvat voor kraamverband. Moeders onder ons kennen dit misschien wel. Maar als je zoiets hebt van Farah, waar heb jij het over? Wat laat jij nou weer van gekkigheid zien? Dit hebben eigenlijk alle zwangere vrouwen nodig. Op het moment als je bent bevallen, op een natuurlijke wijze zeg maar, dan heb je daar beneden best wel een open grote wond. Wat nog tot 6 weken lang kan bloeden. Nou, het is misschien niet zo leuk om dit zo te vertellen als je denkt van Farah, waar gaat het over? Nou, dit heb je in ieder geval gewoon nodig. Er staat ook op de uitzendlijsten wat je in huis moet hebben voor als je dus bevalt. Dus ik heb kraamverband. Het zijn hele grote maatverbanden die je dus in kan doen. Wat dus het bloed opvangt van je open wond daar beneden. En dan moest ik nog zoogcompressors hebben. En ik weet nog heel goed, de allereerste keer dat ik zwanger was van... zwanger was van Luan. Ik ben maar 1 keer zwanger geweest van Luan. Maar de eerste keer dat ik zwanger was. Toen dacht ik echt, toen dit op die uitzetlijstje stond van zoogcompressors. Ik had daar zo'n gek idee bij van wat is dat. Dat ik in de winkel heb gevraagd van wat dat was. En toen kwamen ze dus met deze doosjes aanzetten. Nou, en wat is het nou? Ik vind het wel heel leuk om te vertellen. Op het moment dat je een kindje krijgt, gaat jouw lichaam vanzelf borstvoeding aanmaken. Of je nou wel of geen borstvoeding geeft. Dat, in principe gaat dat allemaal vanzelf. En als je dus je kind gaat voeden, dan kan die melk heel veel zijn in het begin. En dat kan soms wel eens lekken. Dus dat kan doorlopen als je kindje niet meer aan het drinken is. Dat de melk toch gewoon een beetje door blijft stromen. Eigenlijk zijn het gewoon opvangkussentjes. Wat je dus in je BH doet, zeg maar. Ik doe het even gewoon zo. In je BH. En die stop je er zo in. En als dan de melk lekt, dan komt het niet in je BH. Maar in zo'n zoogcompressor. En als die dan vol is van melk, vies is van melk. Dan kun je ze weggooien. En dan doe je er weer 2 nieuwe in. Ja, het is een beetje heel gek. Maar dit heb je echt nodig. Want anders heb je iedere keer vieze BH's. Natte BH's. Of dat je ook wel eens kent dat je truitjes lekken, zeg maar. Dat je 2 van die natte vlekken hebt op je truitjes. Nou, dat wil je niet. Dat is een beetje gênant. Dus daarom heb je zoogcompressors nodig. Vooral in het begin. Daarna gaat er je melkproductie. Die past zich aan op het kindje. Daarna ging ik door naar de Zeeman. Want voor die grote kraamverbanden. Die passen natuurlijk niet in je gewone normale ondergoed. Dus ik heb grote XL onderbroeken gekocht. En ik weet het jongens. Dit is totaal niet charmant. Maar goed. Een zwangere vrouw die net bevallen is. Of een vrouw die net bevallen is. Is ik gewoon, hoeft het nog niet meteen charmant te zijn. Die grote kraamverbanden, die kunnen niet gewoon in normale ondergoed. Dus ik heb er even eentje uitgehaald. Kijk, zo ziet het eruit. Zo'n die grote plakaten die je dan in je ding moet doen. En zo'n grote onderbroek zorgt er dus voor dat je hem daar goed in kan doen, zeg maar. Dus ik heb van die grote XL onderbroek gedaan. Van de Zeeman heb ik ze tot nu toe altijd gehad. Omdat ik ze heel fijn vind, omdat ze ten eerste hoog zijn. En ten tweede gewoon lekker van katoen zijn. Ze zitten heel erg lekker en ze krijgen geen striemen en zo. Dus ik heb er daar 4 van gekocht. 4 grote onderbroeken voor in mijn kraamweek. Om dus alles lekker te doen helen daar beneden. En 4 nieuwe strings ook. Ik heb meteen even nieuwe strings erbij gehaald. Ook dezelfde soort met alle string. Ook gewoon lekker van katoen. En ja, ik was toch in de Zeeman. Dus dat kom je dan nog allemaal tegen. Ik moest ook nog voor Lucilla nieuwe maillotjes hebben. Dus het zijn 2 maillotjes. Ik ben heel erg gek van dit soort maillotjes. Deze. Die zitten altijd super goed bij Lucilla. Alleen ze waren nu te klein. Dus ik moest weer een maatje groter. Een zwarte en een crème-achtige. Ik had het liefst ook een roze gehad. Maar die hebben ze niet meer. En sokken. Mijn sokken waren op. Nou, even deze. Deze sokken. Gewoon zwarte. En deze kleurtjes. Die heb ik weer aangevuld. En ik had ook nog niet zo heel veel sokken voor de baby. Dus ik heb deze baby sokjes. Deze heb ik ook voor Lucilla. In een grotere maat natuurlijk. Maar dit zijn de kleinere variant, zeg maar. En deze 2 keer. Dus 4 van deze sokjes. Echt, ik vind het gewoon hele fijne sokjes. Omdat die roezeltjes zijn zo leuk over de broekjes heen, zeg maar. Dus ik vind het echt, ik ben fan van deze sokjes. En dan heb ik nog 2 standaard basic rompertjes van maatje 50. Gewoon kleintjes. Rompertjes kun je eigenlijk nooit niet genoeg in huis hebben. En vooral die basic witte zijn heel erg fijn. Daar heb ik er dus 2 van. En ja, dan kom je weer ergens langs. En ik zag dit ook weer liggen. Deze schattige schoenslofjes. In dit soort... Gaan we kijken. En deze kleine... wat is het eigenlijk? Bont laarsjes. Hoe zeg je dit? Wat zijn dit? Ukjes. Kleine ukjes. Nep-ukjes. Die vond ik ook super schattig. Dus die heb ik ook meegenomen. Leuk voor in de schoenencollectie. Mama. Ja.
Toen ging ik nog heel eventjes door naar de HEMA, want het schoot me te binnen dat ik nog moltons voor het wiegje en ledikantje moet. Ik heb wel beddengoed voor de ledikantje en voor het wiegje, alleen geen molton en beschermding, zeg maar, voor onder het matrasje. Voor als je dus het matrasje opmaakt. Het is niet alleen een lakentje, maar je moet ook nog allemaal beschermdingen onder hebben. Dus ik heb vervolgens een wiegje. Bij de HEMA hadden ze dus, gelukkig. Het wiegje, deze beschermhoes en dan een molton eronder. En daarover duurt dus het lakentje. En deze is voor het ledikantje, een beschermhoes voor in het ledikantje en een molton eronder. En ook daar kwam ik weer sokjes tegen. Deze zijn super fijn van de HEMA. Het zijn de allerkleinste, eigenlijk is dit met die randjes zeg maar de allerkleinste sokjes die ze hebben bij de HEMA. In 3 verschillende kleurtjes. En toevallig had ik de laatste 2 op het rekje. Dus ik weet niet of je ook ze nodig hebt, maar dit waren de laatste van de winkel waar ik was. Nee hoor, die zullen ze heus nog wel aanvullen. En hier heb ik iets wat grotere sokjes, deze. Ook met verschillende kleurtjes. Het zijn 3 verschillende kleurtjes. En deze zijn iets wat groter, als de baby wat groter is. En ja, ik kon deze ook niet liggen laten liggen. Deze vond ik ook heel erg leuk. Dit is zo'n 5-piece newborn set. Ik vind een shirtje en een rompertje en een broekje en een pyjamaatje en een mutsje. Dus die heb ik ook nog meegenomen op de valreep. Cilla is een chocolademeisje en ik zie haar lekker chocola eten. En ik denk dat ik zo meteen lekker naast haar op de bank een boekje pak met ook chocola. Kijk, heb jij een lekkere... mag geen negenzoen zeggen. Heb jij lekker een zoentje? Een slagroomzoentje. En als jullie denken, waarom heeft Lucilla iedere keer een flesje in de hand? Die vond ze vanochtend in zo'n babydoos. En ze wilde graag daar melk uit drinken, want ze wilde baby naspelen. Dus ja, ze heeft zo'n gekke periode dat ze nu even speentjes en flesjes heel leuk vindt van de baby. Dus ja, dat is tijdelijk. Hè, Sil? Lekker snoetje, hè? Je bent mijn lekkere snoetje. Je bent mijn lekkere snoetje. Oh, mama ook een hapje. Dat vinden wij meisjes wel lekker, hè? Zou de baby in de buik ook zo van chocola houden? Dat is ook een meisje, hè? Ja. Ik ben ondertussen ook weer even aan het opruimen geslagen. Kijk, ik ben hier deze laadjes aan het uitzoeken van de kinderen met Lucilla. Maar alles wat ik opruim, pak zij weer. Gaat ze weer mee spelen. Heeft nou oude spinners nog gevonden? Deze spinners, hè? Die heb je nog gevonden? Wat is groene? Die groene. Ik weet niet waar die groene is. Die is ook wel ergens liggen. Dus ik ga dit eventjes uitzoeken. Dat is mijn poppetje. Ja, dat is jouw LOL poppetje, hè? Kijk, en we hebben hier ook nog een scheetkussen. Kijk. Abba. Zal je poepje hier laten? Nee. Oh. Wie doet dat? Deze. Oh. Neem mijn mama's lekkere peppeke. Ik zie het. Je bent helemaal roze. Mooi hoor. Heel mooi. En ik ga even lekker een wentelteefjes maken. Nou ja, die ben ik eigenlijk al aan het maken. Kijk, die staan hier. Voor degenen die denken, wentelteefjes, wat is dat? Super lekker. Moet je echt een keertje proberen. Het enige wat je nodig hebt is wat melk. Eitjes. Ik heb hier 3 eitjes in. Wat melk. 3 van die scheutjes melk. Suiker, kaneel erin. En dan goed roeren. En daar doop je dan dat brood in. En dat dan bak je dan in de pan. En die draai je dan straks weer om. En dat is zo lekker. En zo simpel, snel gemaakt. Ik zeg tegen de kinderen altijd, het zijn broodpannenkoekjes. Het is eigenlijk brood, maar het smaakt een beetje naar pannenkoekjes dan, zeg maar. Zeg ik dan. En het is heel lekker. Tja, ik heb weer wat anders. Nee, een pannenkoek. En lekker net pannenkoek, hè? Wist je er ook een beetje van? Ja. Hè? Mevrouw Flesje Melk noem ik jou vandaag. Het regent de hele dag, joh. Het is gewoon echt regen. Maar even een plasje op het grasje.
En dan gaan we weer lekker droog naar huis. We hebben net Luan weer opgehaald van school. Hoi jongen. Hoi. En we gaan nu heel eventjes bij mijn zus, tante Iris. Eventjes kijken naar een nieuw huisje, want ze hebben een nieuwe keuken. En daarna gaan we weer door naar huis. Nou, de meter maar voor ze. Mijn schoonzus. Druk helemaal een nieuwe vinger. Oh, mooi kleed. Zo, wauw. Iris. Oh, wat strak. Oh, zullen dat lusje toch niet? Chocola. Chocola. Van Iris chocola. Ik neem ook zo'n lekker koekje. Mag ik ook zo'n koekje doen voor jou? Lekker hoor. Oeh, lekker, lekker. En we zijn weer thuis. Lekker spelen met de puppetjes. Ik ga jullie even uitlaten. Luan en Silla gaan lekker met de Playmobil manege spelen. En mama gaat het vlogje hebben. Wij gaan een lekker restantje Chinees eten. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en op ons belletje te klikken. En morgen weer kijken. Au revoir. Doeg. Doeg.